vijf jaar heb ik regelmatig en met veel plezier met lichte feederhengels gevist op openbaar water. Ik ving hoofdzakelijk brasem, met af en toe een uitzondering boven de 60 centimeter en ook af en toe een verrassing. Kijk maar. Vissen op stromend water vraagt om zwaar lood. Ik ga dit jaar een madenkorf gebruiken van 95 gram en een gewone feederkorf van 80 gram. Inclusief het voer kom ik dan ongeveer aan 100 gram, verwacht ik. Zwaar lood vraagt om een zware hengel. Dat is jammer. Want voor de drill heb je ze niet echt nodig. Maar ja, je moet dat lood weg kunnen zetten. En soms ook nog over een behoorlijke afstand. Gelukkig heb ik een jaar of 35 geleden 2 3-ponders aangeschaft. Voor een karpertrip naar Frankrijk. Naar een meer waar ik minstens 100 meter moest gooien. Nou, ik heb ze 1 keer gebruikt. Maar nu komen ze goed van pas. 3,60 meter. 3 LBS testcurve zijn ze, oftewel 12 voeters. En nog iets uit de oude doos wat ik nu prima kan gebruiken. De onvolprezen Shimano 4500 Baitrunner uit de jaren 80. Gelukkig heb ik er nog 3. Ik begin op allebei met nylon. 2800ste met redelijk wat rek. En mocht dat niet bevallen, bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de lijn komt te staan, dan kan ik altijd nog overschakelen op gevlochten lijn. 800ste ongeveer moet wel geschikt zijn. En dan pruts ik er een voorslag aan van 2800ste. De tijd zal het leren. Als je mijn video's bekeken hebt over feedervissen, dan heb je gezien dat ik met een zelf ontwikkeld systeem vis. Een onderlijnmontage op basis van een titanium leader. Ik ga hetzelfde principe toepassen op de rivier. Ik denk dat ik mijn onderlijnmontage nog verbeteren kan, maar hoe het er precies uit gaat zien, kan ik je nog niet laten zien. Dat moet in de praktijk blijken in de loop van het seizoen. Dit is alweer het einde van deel 1. In deel 2 ga ik iets vertellen over de aassoorten die ik ga gebruiken en over de aasaanbieding. Kortom, de laatste 20 centimeter van de eindmontage, daar waar het om gaat. Ik ben van plan om dan ook nog eventjes te gaan testen. Voorlopig op stilstaand water om te kijken of alles werkt naar mijn zin. En dan hopelijk vanaf deel 3 gaan we volop vissen op de grote rivieren. Ik denk in ieder geval dat de IJssel aan bod komt dit jaar. En zeker ook de Waal. En als het allemaal lukt, dan waarschijnlijk ook nog even de Maas, de Rijn